Nee, dat klopt. Ja, heb je geplokt. Oh, dat heb je wel gezien? Ja, ik heb wel gezien. Is gigantische aft. Maar... Oh! Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is woensdagavond. Ik heb de hele dag gewerkt. Ik zie er ook lekker belabberd uit. Ik heb een video opgenomen voor een campagne die binnenkort online komt. Wel echt een hele leuke video, al zeg ik het zelf. Ik ben heel benieuwd. Daar ga ik er al iets over zeggen, ja of nee. Nee, je ziet binnenkort op mijn kanaal. Even kijken. 3 weken ongeveer komt hij op mijn kanaal. Jim die komt soms in hierheen. En die heb ik eigenlijk sinds de verhuizing niet meer gezien en gesproken. Dus die heeft mijn huis ook helemaal niet meer gezien sinds het af is. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. We waren gewoon heel druk. En zomerfeest en vakanties en blablabla. Dus ik ga zometeen even met Jim koffie drinken. Even bijkletsen. Verder zit ik helemaal in Orange is New Black. Ik probeer nou... Ik zit trouwens voor iedereen die het vroeg. Ik ben nog lang niet bij seizoen 7. Ik ben afgelopen week pas begonnen. Nou moet je niet schrikken, ik ben dus vorige week woensdag ben ik begonnen. Ik ben nu precies 1 week aan het kijken en ik ben al bij seizoen 4. Maar ik probeer vanaf dit seizoen wel een beetje normaal te doen. Want anders ben ik binnen een week ook door mijn hele Orange is New Black heen. Ik merk dat ik mezelf helemaal isoleer van de buitenwereld en dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik kijk het samen met Pleun. Pleun is sinds zaterdag begonnen en die is nu bij seizoen 3. Dus die gaat ook met een aardig tempo erdoorheen. Ik hoop dat we binnenkort bij zijn. Als Pleun nou iets meer afleveringen op een dag kijkt en ik iets minder. Dan op een gegeven moment moeten we rondom dezelfde aflevering zitten. Dus daar heb ik zin in. En ik heb net een kat geaaid. En ik merkte dat ik nu alweer last krijg van mijn ogen. Ik ben allergisch voor katten. Maar ik vind ze wel altijd heel lief. Pipje, komt Jim? Komt Jim eraan? Nou, welkom in mijn nieuwe huis. Je hebt het nog helemaal niet gezien. Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb wel een beursje op show hier, maar ik heb het niet gezien. Nee, ik heb het niet gezien. Ja, maar je hebt het huis toch verder niet gezien? Sinds het af is. Nee, dat klopt. Ja, heb je geplokt. Oh, dat heb je wel gezien? Ja, ik heb wel gezien. Oh, ja. Dat is precies mijn probleem. Iedereen wil ik het laten zien. Ja, sorry, ik heb het al gezien op de vlog. Oké, is goed, later. Oké, het is inmiddels een dag later en ik kom net terug van het sporten. En ik heb mijn ultieme droomvrouw gevonden en ze heet Bierboos. Oh, yummy. Want ik heb net gesport en kijk wat er op tafel staat wanneer ik thuis kom. Mega lekker. Pleun heeft gekookt terwijl ik aan het sporten was. Pleun heeft morgen een afspraak hier in de buurt, dus ze slaapt vanavond bij mij. En ik praat een beetje moeilijk, want ik heb dus een gigantische aft. Op mijn lip. En dan kreeg ik net als tip van David dat ik vitamine C pilletjes even moet nemen. En gewoon voldoende fruit eten. Waarschijnlijk heeft daar ook mee te maken. Of ik heb gedronken uit vies glas. Maar mag ik mijn rep nog laten zien? Plum wil graag de rep laten zien. Ik had een rep in de oven gedaan en nu is die een beetje hard. Nee, in de pan bedoel ik. Maar goed. Oh ja, en het hondje. Ook eten. En ik zal jullie ook meteen de nieuwe schokbak laten zien. Want ik kreeg daar best wel veel vragen naar. En ook naar het feit wat een schokbak nou precies is. Nou, de naam zegt het al. Een anti-schokbak. Voor iemand die schokt en schrokken is dat je veel te snel eet. En Pip eet dus heel snel. Maar deze bak is echt perfect. In het begin was ik bang dat zij niet helemaal door had hoe die werkte. En dat het daardoor het niet lukt om alle brokjes eruit te krijgen. Maar inmiddels gaat het goed. En dan doe je de brokken erin. Eten. En nou moet ze zeg maar meer moeite doen om de brokjes eruit te krijgen. En daardoor eet ze dus minder snel. Pip at zeg maar binnen een halve minuut de hele bak brokken op. En dat het gevolg daarvan was dat ze alles weer uitspuugde. En de slogan van deze bak was ook echt eat slower, live longer. Dus dat is fijn. Dat wil ik namelijk graag. Oké, wij gaan nu lekker. Eten! Zo, wij zijn lekker de hond aan het uitlaten. Instel! Ik had gezegd tegen Jill dat ik alleen meeging met wandelen als ze deze broek aanhield. Heel mooi. Mooi. Zie ik eruit alsof ik een fuck geef. Nee, ik heb wel respect voor je dat je het gewoon... Dat je gewoon niks boeit. Nee, het interesseert me eigenlijk niet. Ik vind het leuk om er goed uit te zien. Maar het interesseert me ook niet als ik er zo bij loop. Nee. Ik heb gewoon 2 gezichten. Ja. Zoals iedereen, maar sommige mensen tonen ze niet. Oké, nou doeg. Zo, Pleun en ik hebben ons redding gemaakt voor bed. Ik moest heel snel doorlopen, want we zitten op de wc met de deur open. En Pip ligt hier zo heel lekker in een hoekje. Kom je mee slapen, schatje? Moet je nog in de badkamer zijn?
Ja, van en wij gaan nu lekker Orange is the New Black kijken. En Pip en ik hebben dus net de hond uitgelaten. En ik heb dus echt officieel gewoon een beetje een hekel of zo in de zomer. Er zijn sowieso mensen die mij gaan haten nu. Maar ik ben dus echt een winterkind. En ik haat het gewoon dat als ik terugkom van het wandelen, dat ik me dan weer helemaal plakkerig en vies en bezweet voel. En dat gevoel lijkt wel niet te verdwijnen. Ik hou er gewoon van als het gewoon koud is. En dat je gewoon lekker met een dekentje, dat je lekker onder je dekens kan kruipen. En dat je denkt, ah, lekker warm. En buiten is het koud. En ik kan lekker warm koffie drinken 's ochtends. Zonder dat ik een zweetlip krijg bij het ruiken daarvan. Ik ben benieuwd wie dat ook heeft. Of je echt een zomerkind bent of een winterkind. Goedemorgen, het is vrijdag. En Leun die is naar de afspraak en ik ben net heel snel naar de HEMA heen en weer gefietst. Want ik heb namelijk allemaal bakjes gehaald. Ik wil namelijk gaan meal preppen. En daar ga ik jullie volgende week even meer over vertellen. Over hoe dat me bevalt en hoe ik dat precies voor ogen heb en hoe ik dat allemaal ga doen. Ik denk dat het misschien wel leuk om een beetje wat meer uitleg over te geven. Maar zometeen hadden Leun en ik gisteren bedacht dat Leun mij gaat opbaken. Ik vind het in ieder geval super leuk dat Pleun mij een keertje gaat opmaken. Ze heeft me nog nooit opgemaakt. Dus dat gaat zometeen gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe ik er daarna uitzie. Ik ga ondertussen alvast deze vlog editen. En ik ben, oh, ik zweef me ook weer zo kapot. Ik ben net eens op de fiets geweest. En dan zie ik gewoon weer mijn hele gezicht glimmen. Maar goed, ik heb gisteren trouwens mijn haar gewassen. En ik zie al dat het steeds meer bruin wordt. Dat het zwarte er wel echt wel afgaat. Het wordt nu wel echt wel bruinig. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Oké, goed. Ik ga heel even editen totdat Pleun er is. En dan gaat Pleun mij opmaken. Hij draait! Oké, ik zit als coach make-uploos ready. En daar is Pleun het. Zij gaat mij opmaken. Ga je heel denk Oh, zeker dan? Ja, dat deed je. Maakt niet uit. Oh, doe je dat altijd zo? Ja. Echt? Ja. Doe je dat bij jezelf ook op je gezicht? Ja. Oh, ik doe dat op mijn hand. Ja, klopt, maar dan zit dat in mijn hand onder. Ja, dat klopt. Nou, draait alles eraf. Wow, ik heb echt donkere ogen. Donkere ogen? Ja, dat is, ja, ik heb echt slecht geslapen. Nou, even... nou, hoe is het met je? Hoe ging je gesprek? Ik had net een meeting en het ging heel erg goed. Ik gebruik dus tegenwoordig nooit meer een beauty blender als ik dit. Er gaat zoveel foundation in de beauty blender. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet duurzaam. Nee, dat klopt. Oké, de foundation zit erop. Wat gaan we nu doen? Poeder. Poeder. Poeder, klik. Het komt allemaal door jou. Ik heb het overgenomen, dat raak gepraat. Zeg maar, die Estée Lauder foundation best met ooit. Deze poeder eroverheen is gewoon als een muur die je gestuukt hebt. Wow. Gewoon, het zit zo tering vast. Oké, de wankies. Wankies. Even zoeken, waar heb ik dat allemaal gelaten? Hier, ik gebruik Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade in Soft Brown. Ja, die heb ik ook. Ja, precies, die heb ik ook. Ik denk dat jij nou wel een donkere mag. Maar helemaal niet uit. Ik zet hem wel donker aan. Ja, maar ik vind make-up bij mezelf doen heel makkelijk. Bij een ander vind ik het altijd wel moeilijker. Want ja, ik ken mijn eigen gezicht heel goed. Maar ik doe maar iets, oké? Okay? Don't blame me if I fuck up your face. It's bullshit. Oh, wij zitten zo in Orange is the New Black dat we ook lopen als boeren. Dat gaat nergens over. We zijn echt zulke aso's geworden. Hey, shit to the boo. Shit to the boo. Even kijken. Zit het een beetje af? Ja, ik denk het wel. Weet je wat, toen ik net in Bali was, vorig jaar. Toen dacht ik, ah leuk, zag ik zo mijn kamertje. Dacht ik, oh hier ga ik 2 maanden zitten. En toen deed ik zo mijn gordijntje open, toen sprong er zo'n dikke gekko weg. En toen dacht ik echt, oké, ik ben hier weg. Ja, maar dit is dus oprecht een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld niet mee zou kunnen doen met Expeditie Robinson. Nee, true that. Ik kan gewoon echt niet met insecten en nee, zo. Nee, ik zou ook helemaal panisch worden. En met poepen en plassen zou ik ook niet op mijn gemak zijn. Ik weet niet of ik het aan me voorbij zou laten gaan als ik ervoor gevraagd zou worden. Ik denk wel dat ik mijn angsten voorbij... Maar, yeah. Zeg maar ik ben niet echt een heel groot fan van vliegen en zo. En nou, ik mag het nu eindelijk zeggen, maar Dionne doet natuurlijk mee. Hoe lang die reis is daarheen en hoeveel boten, treinen... Welk land is dat? Weet ik niet. Het is wel een hele gave ervaring. Ja, en het is eens en nooit meer, weet je wel. Ja. Maar ik zou dan eerder kiezen voor Wie is de Mol. Ik zou dan wel de mol willen zijn. Dat zou ik wel goed kunnen, denk ik. Ja, gewoon zo sneaky, een beetje dom spelen, dat je het niet... Dan kan je ook niks goed of fout doen, weet je wel. Je bent toch de mol. Ja.
Ja, dat lijkt me wel echt fantastisch. Ja, deze vraag krijg ik vet vaak, want wij gebruiken wel eigenlijk bijna vakant alles dezelfde producten. Mm-hmm. Maar dit is ook een paletje wat ik heel veel gebruik en die is van Huda Beauty. En die hebben wij in Miami gekocht toen. Ja, dat was wel, ik ben er nog steeds echt blij mee. Maar wij waren toen helemaal fan van Anastasia paletje. En dan had je ook zo'n hele mooie oranje kleur, dat is echt mijn favoriet ooit. Maar alleen die kleur is op. En om nou een heel nieuw palet aan te schaffen voor alleen die kleur, maar die kleur is wel echt super mooi. Zij heeft echt een make-up artist die zo zegt, kijk nog één keer naar boven kijken. Op zich, opmaken vind ik wel, nee ja, ik kan het niet super goed ofzo, maar ik vind dat wel leuk om zelf te doen. Maar ik zou het dus super chill vinden als ik iemand in huis had die elke dag mijn haar kon doen. Daar ben ik dus echt slecht in. Ja, same. Ik vind het gewoon saai. Ja, maar jij hebt stijl haar, jij hebt je haar altijd stijl. Ik moet er wel veel voor doen, want ik heb die pluiskrullen van mezelf. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt echt een soort van een half afro kapsel. Wat mensen echt, mensen zouden weten mensen dat niet. Nee, maar niemand altijd zegt, denk ik mensen ook, je hebt toch stijlhaar? Nee, ze heeft echt die hard krullen gewoon. Afro kapsel. Ja, je hebt echt zo'n pluizenbol. Ja, een afro kapsel is geen pluizenbol, zo bedoel ik het niet, maar... Die kop van jou echt zo, gaat het allemaal wel goed? Nee, ik heb echt zeg maar, dat vind ik ook heel grappig. Je hebt een hoofd dat je zeg maar je basis kan doen en dit. En dat jij zeg maar met alleen oogschaduw en zo en dan nog bronzer bla bla de deur uit kan lopen. Maar kijk dan, ik heb echt mascara nodig. Ik kan echt niet zonder mascara. Dat ziet er bij mij toch heel gek uit. Maar ik heb nou ook wel iets meer bij jou gedaan dan bij mezelf. Ja, qua oogschaduw ja. Oké, dan gaan we voor bronzer. Ik heb een heel klein subtiel kwastje. Dit is echt de fijnste kwast ooit. Ik heb die besteld en jij hem ook al. Ja, dat is echt een fijne kwast. Ja. En hij is iets van €2,50 of zo. Hij is super goedkoop. Bougie shop, als mensen het willen weten. Wel, als jij één product moest kiezen van make-up, wat je moest houden of wat je favoriet is, zeg maar, waar je echt niet zonder kan. Ik denk wenkbrauwen. Dan zou ik wel zorgen dat ik vaker met mijn kop in de zon zit. Ja. Misschien dat ik te veel bronzen doe, maar ik hou gewoon van bronzen. Als je echt fan van iemand zou zijn, van wie ben jij dan? Lana Del Rey. Oh my god, I wanna marry her. Oh ja. Oh mijn god, haar tickets zijn vandaag in de verkoop. Dankjewel voor de reminder. Ik ga zo kaarten bestellen. Ik kan me nu pas af. Het stond zelfs in mijn agenda. Moet je niet heel snel daarmee zijn dan? Ja, ik ga het zo meteen doen als we klaar zijn. Zij komt naar Amsterdam volgens mij en naar Duitsland in februari. Oh mijn god, ik ga daar meteen tickets kopen. Nee, ik zou ook wel, concert zou ik wel heel graag naar Michael Bublé willen. Oh ja, oh vet. Komt maar, hij nog ooit naar Nederland? Geen idee. Ik denk als ik echt fan van iemand zou moeten zijn. Nou ja, daar ben ik wel echt fan van. Dat is van Chris van Houten. Ja, oké, maar zij geeft niet echt concerten. Nee, dus nee. Ze zingt wel, maar ze is niet echt bekend als zangeres verder. Nee. Oh ja, ze zingt wel, ja. Ze zingt wel, ja. Ze heeft ook een cd uitgebracht. Oh, dat wist ik helemaal niet. Highlighter. Oh, love it. Mooi. Weet je wat ik altijd lastig vind? Ik gebruik namelijk altijd hetzelfde, dat is lippenstift. Huh? Ja, gebruik jij überhaupt lippenstift? Jawel, ik doe dat alleen maar op als ik echt de deur uit ga. Ja, maar heb je het nu al? Nee. En ik ben wel de deur uit geweest, maar... Oh! Oh nee. Serieus. Je ziet, die ziet er niet zo goed. Oh, oké. Okay. Is dit niet een vet duur highlighter? Weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij wel. Dit is echt een prijskategorie MAC. Zou heel goed kunnen. Welke lipkleur wil je op? Ja, dat weet ik niet. Wat heb jij? Ik heb alleen maar die nude van Anastasia bij. Oh, nou, dan is de keuze vrij snel gemaakt, heb ik zo het gevoel. Oké, die is wel heel mooi, maar is het daar? Voor de vraag, ik heb die ook altijd op, dus dan is die ook meteen beantwoord. Oh. Maar ik heb geen kwastje bij, dus doe. Ik doe het even zo. Lippenstift bij iemand anders opdoen is echt onmogelijke taak. Oké, dan jij mezelf. Nee. Ik dacht al van, is dit het? Maar ik mis echt wel een belangrijk detail. Mascara. Ja. En die ga ik zelf doen, zei je. Ja, ik wilde wel eens doen, maar dan ben ik bang dat ik het verneuk. Oké, heb je mascara? Dan ram ik dat er even op. Ja. Oh, ik heb mijn wimpers ook niet gekruld. Dat is gek. Ik krul eigenlijk altijd mijn wimpers vast. Ja, daarom. Maar ja, dat hebben we niet gedaan. Maar je hebt het helemaal niet echt nodig eigenlijk. Ik heb het wel echt nodig. Mijn wimpers staan recht naar voren. Ik moet zeggen, ik vind het ook wel mooier als ik mijn wimpers een beetje gekruld heb hoor. Tadaa! I am ready. En dit is de make-up look geworden. Ja, vind je hem nu mooi? Ja, ik vind het wel mooi, ja. Ik heb een beetje die oranje tint gedaan die ik altijd doe.
Ja, daar hou ik wel van. Ik heb mijn haar vast, maar dat komt omdat ik het gisteren heb gewassen. Dus het is super pluizig. Dus ik ga het ook niet los doen. Maar ja, thanks baby. Ik vind je haar ook mooi. Ik vind het echt mooi dat donkere. Dankjewel meisje. Waar vraagt dat ze daar? Ik ga bij deze ook de video afsluiten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei. En dan zie ik jullie vrijdag weer met een nieuwe vlog. Doei. Doei.